je hebt het over ontwikkelen. Ik zit iedere week met ontzag naar Wout Weghorst te kijken. Dat vond ik eigenlijk een voetballer van niks. Een beperkte speler. Dat heb je heel veel duidelijk gemaakt. Ja, ja. Die jongen die kwam heel veel tekort. Die had alleen een waanzinnige goede instelling en doorzettingsvermogen. Balletje achter het standbeen, heb je het gezien? Ja, ik vind zo. Hij speelt hartstikke goed bij dat Wolfsburg. Ja. Nou, chapeau. En voor hem een inspiratiebron voor heel veel jongetjes die niet overgetalenteerd zijn, maar dat je gewoon de top kunt halen door heel hard te werken en inzet te tonen. Ja. Ja. Nee, maar dit is volledig de waarheid. Want hij heeft me wel eens verteld van, hij zegt, wij trainen vrij hard bij AZ. 6-7 keer, ook als we zelfs een midweekwedstrijd hebben, dan zijn we de hele dag op de club. Hij zegt, maar als we 7 keer getraind hebben en de volgende ochtend heb ik een keer een ochtend vrij, dan vind ik toch dat ik eerst eventjes nog een uurtje het krachthonk in moet. Dan ga ik aan elastieken sprinten, want ik ben te langzaam. En daarna ga ik sprinten zonder elastieken en daarna ga ik het met een bal doen. Ik zeg, hoe lang ben je dan voor jezelf bezig? Nou, een uurtje of 3,5. Ja. Nee, maar het is allemaal los van 7-8 trainingen. Ik denk altijd bij zijn vader. Je denkt bij zijn vader? Ja, een jongen komt uit een heel bemiddeld gezin. Hè. Zijn vader is de eigenaar van Avia Benzine. Alle tankstations? Alle tankstations van Avia. En wij hebben er een in Elp. Jij tekent nu voor niks? Nee, helemaal niet. Nee, want nou, na vandaag wel. Zo zit ik niet in elkaar. Kijk, jij hebt kleding gratis en je rijdt in een leaseauto gratis, omdat je daar allerlei commerciële dingen voor doet. Ik zal even de naam noemen. DLM Autolease en Only for Men. Prachtige, mooie kleding. Zou voor jou ook leuk zijn? Oh nee hoor, ik wil geen bonk. Nou, daarom zijn Only for Men heerlijk. En we hebben ook mooie auto's bij DLM. Hey Hans. Als je klaar bent met je leukigheid, ik vind dat dat niet kan als journalisten dat doen. Je kunt niet met boter op je hoofd praten, maar goed. Boter op je hoofd praten? Ja, nee, je moet je niet laten sponsoren. Dat moet je niet doen. Waarom onverstandig, niet? Onverstandig. Waarom niet? Nou, één ding heb ik geleerd als journalist. Moet je over iedereen wat kunnen zeggen. Nou, jij kunt over Only for Men niks zeggen. Je kunt over dat leasebedrijf niet zeggen. Maar ik hoef er ook niks over te zeggen, want ik heb het over voetbal. Maar jullie doen niks met de onderbroeken? Daar verdienen wij grof aan. Ja. Maar dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders, ja. Dat is gewoon handel. Oké. Nou, voor mij is het ook gewoon handel. Nee, dat is geen handel. Ik doe hele goede handel. Ik vind journalisten die zich laten sponsoren, die mogen zich niet journalist noemen. Ja, nee, maar jij hebt met onderbroeken op je hoofd gezeten. En bij de Chinese meisjes heb je een onderbroekje gehad. Dus dit is appels met peren vergelijken. Nou, wij brengen ze zijn het nog steeds, hè? Ik ben ook uitgever geweest van die boeken. Die laat je ook nooit zien. Hans, wat nou, jij zegt, je weet nergens van en je slaat onzin uit. Nou, jij zegt dat ik boter op mijn hoofd heb. RTL, die had een deal met die uitgeverij. Ja. Dat die boeken, die mochten hier op tafel liggen. En voor ieder verkocht boek moet die uitgeverij daardoor een bedrag, toen we naar RTL zaten, naar RTL overmaken. Dat is gewoon tussen een tv-maatschappij en een boekenuitgeverij een deal. Ja. Maar jij laat je privé sponsoren. Vind ik loes voor een journalist. Maar daar hoeven we verder niet over uit te Maar jij hebt wat tegen mij. Als Jan hier zit met DLM op, dan vind ik het niet erg. Omdat jij vindt Jan een stuk leuker dan mij. Nee, maar Jan... Mag ik dat niet persoonlijk, Jan wil Hans, niet de journalist uithangen. Jan is gewoon Jan. Ja, maar ik ben gewoon Hans. Ja. Ben jij gewoon René dan? Nee, ben ik gewoon René. De meeste mensen... Ja. En dan zijn we gewoon Danny. Ja. Ja. Maak het uit. Maar de meeste mensen noemen hem ook Hans. Ja. Nee, maar in dit vak... Nee, maar aan jouw vraagstelling aan mensen had ik al de indruk dat je geen journalist was. Nee, maar ik pretendeer ook geen journalist te zijn, Johan. Dan moet je je volop laten sponsoren. Ja. Voor meer leuke video's abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.